Voor veehouders die stoppen met het bedrijf, kan het interessant zijn om de stallen te slopen en op het vrijkomende bouwblok om daar vervolgens zonnepanelen neer te leggen. Want uit die zonnepanelen kunnen ze inkomsten genereren. En met de regeling stal eraf zonder op proberen wij daar de stoppende veehouder mee te helpen. Deze regeling is anders dan de vorige regeling, omdat we in de praktijk er tegenaan liepen dat het slopen van de stallen en met name de kosten daarvan voor veel stoppende veehouders een probleem is. En met de nieuwe regeling, of de aangepaste regeling, willen we die sloop van die stallen voorfinancieren. Dus voorfinancieren uit de toekomstige inkomsten van de zonnepanelen. Daardoor hoeft de boer de investering in de sloop niet zelf te doen. Plaatsen we zonnepanelen en wordt die investering daaruit betaald. Het voordeel voor de boer is dat hij ook na het stoppen van zijn bedrijf nog inkomsten kan genereren uit de zonnepanelen. En op het moment dat hij kiest om de sloop mee te financieren, hoeft hij zelf niet de middelen beschikbaar te stellen voor de sloop van de stallen.